De naam Harvey Panka is in de afgelopen weken flink door het slijk gehaald. Vanwege valse berichtgevingen door scammers. Berichten zoals Harvey Panka is overleden. Trieste dag voor Suriname. En Harvey Panka wist niet dat de microfoon aanstond. We zeiden hem voor altijd vaarwel. Hebben bij velen voor grote verwarring en onrust gezorgd. Panka, bekend als journalist bij ATV en het gezicht is van het programma Onder de Loep, vertelt aan de nieuwsdienst hoe scammers met deze berichten geld proberen af te troggelen van mensen die klikken op de link naar deze artikelen. Uiteindelijk, als mensen het gaan volgen, ga je zien dat je uiteindelijk naar een soort bitcoin ding wordt gebracht, dat je 7500 US dollar moet inzetten om miljoenen te gaan winnen. En ik denk van, come on man. En ik ben al miljonair, dus ik denk van, het is een heel onsamenhangend verhaal. En het ergste is dat mensen erin trappen. De eerste keer was een maandagmorgen. We waren volgens mij net uit de opname van Onder de Loep. En ik kwam hier en een ex-collega belt me van, hé, Harvey, ik zag iets van je dat ik geld kan maken, maar midé. Ik vind het een heel geweldig ding van. En ze hebben me gelijk gebeld en waar ik dat geld kan depositen en zo. Ik dacht, even, laten we even teruggaan. Wat? Dat ik een artikel heb geschreven over de centrale bank en bepaalde onthullingen heb gedaan. Ik zeg, oh, stop, precies daar. Terwijl je met me praat, laat me gaan kijken op mijn Facebook profiel. En daadwerkelijk zag ik dat ding. En ze hebben ook een nieuwslezer van ons gepakt en die zou heten Michelle Shin. En ik heb die informatie verteld, die onthullingen gedaan aan Michelle Shin. Terwijl het gewoon een van onze nieuwspresentatoren is. Dus mensen moeten als je die persoon ziet die je kent, die je al jaren kent op tv. En je ziet dat de persoon gewoon een andere naam heeft. Dan moet je al weten, het klopt niet. Dat moet een red flags van eentje en moet een alarmbelletje gaan rinkelen. En terugkomen op die collega. En hij had bijna al zijn geld gegeven. Toen dacht hij van, ze zeggen, ja, je moet nu overmaken. Hij zegt, nee, ik ken Harvey Panka, dus ik ga hem even bellen. En gelukkig maar. Anders. Panka, die ook voorzitter is van de Associatie van Caribische Mediawerkers, ACM, zegt dat het heel moeilijk is om te traceren van waar deze scammers opereren. Hij weet alleen dat enkele bestuursleden van ACM ook slachtoffers zijn geworden van deze scams. Panka roept ieder op om niet mee te werken aan de verdere verspreiding van deze valse berichtgevingen. Dus aan de samenleving vraagt, zoals je zoiets ziet met mijn naam en zo, rapporteer dat ding als je het niet vertrouwt. Zolang wij, want mensen rapporteren wel, maar ze veranderen steeds van strategie. Weet je rapporteert hier en ze komen via iemand anders en je blijft aan de gang om te rapporteren. Maar we moeten niet moe worden, want vandaag ben ik het, morgen bent u het die kijkt. Dus ik bedoel van, laten we het rapporteren, laten we steeds blijven rapporteren, zodat ze moe gaan worden om Surinamers te gebruiken. Deze valse berichten hebben niet alleen verwarring veroorzaakt in zijn persoonlijk leven, maar ook in zijn professionele werkband. Panka is gezond en wel en roept iedereen op niet in de val van scammers te trappen.